We zijn 2014 gestart en er was een kans wat zich voordeed. We konden het overnemen en dachten van, weet je, we gaan het gewoon eens proberen. En nooit gedacht eigenlijk dat het zou ontwikkelen tot wat het nu is. Hier was dus eigenlijk alles van steen, het pand, en eromheen alles was bestraat. Zowel parkeervakken aan de voorkant, die konden dus gewoon tegen de voorgevel aan parkeren. En achterom was ook allemaal parkeerplaats. Hier moeten we echt iets aan gaan doen. En hier kun je ook iets aan doen. En eigenlijk die hele groene droom is toen eigenlijk een beetje vanzelf ontstaan. Want ja goed, kijk, als je op het terras zit, wil je eigenlijk liefst wel iets moois zien. Ja, Streetwise heeft ons eigenlijk ook heel erg geholpen met het verkrijgen van de financiering. Er moest natuurlijk vergunningtechnisch best nog wel wat geregeld worden. En Sjaak geeft dan toch vaak een zetje in de goede richting. Hij maakt alles heel graag simpel. En in de complexe wereld waar we zitten is het heel fijn dat iemand gewoon een helikoptervisie geeft van dat moet je zo doen, dat zijn de mogelijkheden, probeer eens dat. Maar ook even de wisselwerking, want wij gebruiken ook natuurlijk dit soort initiatieven van ondernemers om die uit te lichten, om nieuwe ondernemerschap weer te inspireren, om ook innovatief bezig te zijn. Tamara was de contactpersoon, hè? En die heeft ons eigenlijk vanaf het begin dat ik aan haar het plan gepresenteerd heb. Het invullen van alle documenten, daar heeft ze mee geholpen. Het is heel laagdrempelig, communicatie is prettig, het is ook persoonlijk. Als je vraagt wat kon je appen of bellen, heel fijn. We geven financiële steun en eigenlijk is dat een soort impuls om te starten met je idee. Dus het is niet dat wij een volledig idee financieren. Het kan variëren van 35% tot 50% van het bedrag wat je nodig hebt. Daar zitten natuurlijk ook maximale aan. Maar het is voor heel veel ondernemers wel welkom en echt zoiets van, oh wauw, nu krijg ik die 10.000 euro of die 25.000 euro en dan kan ik echt aan de slag met mijn idee. Want dat stukje bedrag ontbrak nog in mijn plan. Nu ligt het nog deels open en het voorjaar gaan we planten. Ik denk dat wij tevreden zijn als de tuin echt de vorm heeft wat wij voor ogen hebben.